Heel spannend, vooral omdat we nu, denk ik, voor het eerst echt moesten gaan zingen. Ja. Tussen keigoede zangers, zoals Nathalie Meskes, Laura Tesoro, die kunnen echt goed zingen. Dat was voor ons toch... Allee, ik zong wel met toegeknepen billen, moet ik zeggen. Ik ook wel, eigenlijk. En ook toegeknepen stembanden. Ja. Maar nee, het is superleuk. Ik ben echt heel blij dat we er deel van mogen uitmaken. We staan wel echt inderdaad tussen zoveel talent en ook mensen met heel veel ervaring in dat musical gegeven. Dus dat is langs de ene kant een beetje beangstigend van oei, gaan we daar onze weg wel tussen vinden? En langs de andere kant is dat zeer geruststellend dat, dat die u gaan meepakken. Hè. Voor u is het de eerste keer ook om te spelen in pop-up theater. Gaat u een weg vinden, denkt u? Goh, ik denk, dat is echt heel groot, hè? Ja. Goh, ja. Ik heb nou onlangs zo met de kastaars achter de schermen zo nog eens van de ene naar de andere kant gemoeten. Oei. Je hebt een fietsje voor nodig. Ja, maar dat is echt waar. Dat is echt ver. Dat je dan hoge hakken aan hebt. Ja. Wat dat zo waarschijnlijk wel zal zijn. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik er eens mag staan. De mensen weten natuurlijk nog niet waarover dat gaat. Wat gaan jullie qua rol krijgen? Ja, wat ze wel al mogen weten is, ik speel een Vlaamse zanger, Bobby V. En Ruudje speelt Marijke en dat is mijn grootste fan. Ja, super grappig. Maar ik ben echt zijn grootste fan, dus ja. Er valt niks te spelen voor mij. Zo weinig uitdagend.